daar is die weer. En jullie zullen denken, hè, 2 uur, een nieuwe vlog. Ken dat nou weer? Hoezo 2 uur? Nou jongens, ik heb een extra vlog ingelast. En dat zal volgende week ook wel regelmatig het geval zijn. Ik heb vakantie. Eindelijk. Lekker even een week even lekker vrij. En ja, lekker een weekje vrij. En ik ga lekker op vakantie. Heerlijk, eindelijk. Ik ben nou zo erg aan toe. En vandaag is het eindelijk. Ik moest nog 1 dagje werken. En die dag zit er gelukkig op. En het is een vakantie. Wat ga ik in de vakantie doen? Ik heb het al gezegd. Ik ga naar Hof van Saxe in Drenthe op vakantie. Uiteraard neem ik de camera mee. En het statief en natuurlijk de grote selfie stick neem ik natuurlijk ook mee. Nou, wat ga ik daar doen in ieder geval in de vakantie? Ik ga het in ieder geval een dagje naar Emmen. Wildlands, daar wordt ook een vlog van gemaakt. Die zullen jullie volgende week zien. En wat is er nog verder nog allemaal? Verder is er nog, wil ik nog een dagje naar Friesland, maar dan moet ik nog even kijken of dat doorgaat. In ieder geval, natuurfilms wil ik maken. Nee jongens, niet die natuurfilms. In ieder geval, lekker wandelfilms, laat ik het zo zeggen. En ik ga natuurlijk ga ik ook nog even lekker ergens naartoe en zo. En een beetje wandelen. Ik laat in ieder geval het vakantiepark ook zien. Dus genoeg beeldmateriaal zal er zijn om te filmen. De vakantie heeft wel 1 nadeel. En dat is dat jullie de wedstrijd Feyenoord-NAC helaas moeten missen. Maar daar maak ik een eigen vlog van. Dat ik het aan het bekijken ben. Op mijn vakantieadres. Dus vandaar dat ik zal die wedstrijd helaas niet bijwonen. Want dan ben ik er niet. Ben ik op vakantie. Dus ja, helaas, jammer, maar er komt een heleboel filmmateriaal komt er voor terug. En het wordt lachen, gieren, brullen, dat kan ik je nu al vertellen natuurlijk, want ik ga hele leuke video's maken als ik op vakantie ben. Nou, ik hoop dat jullie allemaal al een beetje in mijn vakantiestemming zijn gekomen. Vanaf volgende week kunnen jullie dus de vakantievlog zien. Hierop is Ultrex en het begint vrijdag al het feest. Vandaar deze kleine video eventjes. Ik wou het toch even gezegd hebben. Vanavond is er de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag. Dat is de eerste ronde van de KNVB-beker. Of nou, de tweede ronde, ik weet niet precies. Maar het is in ieder geval de eerste wedstrijd van Feyenoord in de beker. Daar ga ik vanavond natuurlijk naartoe. Camera neem ik mee. En ik zal daar natuurlijk ook weer een verslag van maken. Dus die kunnen jullie dadelijk om 3 uur bekijken. Vandaar eventjes alle informatie die er zijn nou. En ik wens jullie in ieder geval veel plezier volgende week met het kijken aanstaande vrijdag met de vakantievlogs vanaf mijn vakantieadres. Er zal volgende week dus ook geen GTA stream zijn, omdat ik dan natuurlijk er niet ben. Vandaar eventjes even alle informatie en ik zou zeggen toedeledokies, de groetjes en tot 3 uur. Voor een nieuwe vlog van Feyenoord ADO Den Haag. Waar ik dus naartoe zal gaan met Joost. Ramon is terug van vakantie. Dus die zal er denk ik nog niet bij wezen. Want die is vandaag pas teruggekomen uit Turkije. En die zal er dus denk ik niet bij zijn. Maar in ieder geval, Joost is er. Ik ben er. Dus we gaan in ieder geval weer een hoop lol beleven in de Kuip vanavond. En laten we hopen op een goede wedstrijd. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Deze extra bonus vlog. En ik zie jullie allemaal weer bij Feyenoord ADO Den Haag. De groetjes allemaal. En tot dadelijk. Skabedi, skabedoe, skabedaba, doei.